Hallo mensen, welkom terug bij een nieuwe bar van onze survival scene in Unity. Minecraft met MyTime17. Welkom bij Minecraft, ik ben het alweer vergeten. slecht kort naar je geheugen. En ja. Ik heb nog nooit een hoe gemaakt, wow. Niet? Nee, nooit die, die heb ik in de level gemaakt. Die heb je allemaal gemaakt. Achievements. Ik heb volgens mij statistieken reset. Oh, dat klopt dan ook. Ik heb ook nog geen hoog gemaakt. Een brood heb ik net gemaakt, oké. En oh, ik moet nog een pickaxe maken. En nog een zwaard. Oké, daar ga ik het allemaal doen. Achievement. Zo, en dan verbrand ik die gewoon meteen weer. Heb je hem gemaakt? Houd de zwaard, houd de pickaxe. Ja, hoe heb ik die met mij met achievements? Achievements, Ik had ze bijna allemaal. Ik heb nooit een houten zwaard gemaakt. Ja, ik ook niet. Oh, wacht, ik wil nog geen hoog maken, maar ik wil ook. Achievement. Yeah. Ja. Maar daar heb ik niet aan, die moet ik echt zelf maken. Dat weet ja, ik. Maar... Brood maken. Dat weet ik ervan. Hup, houten zwaar, van kan mij helemaal niks. Ja, ik hoor geen in de magma. Als fuel gebruik in de oven. Oh, ik hoor dat kan. Ik weet niet of dat kan. Ja, het kan. Echt? Ja, houten zwaarden zijn. Kun je als fuel gebruiken in ovens. Waar had ik dan nog meer gedaan? Ik had er nog iets anders, dat was ik ook aan het doen. Kijk maar, ik heb met een houten zwaard daar gekookt. Waarom een cap, Nicky? Wil je iets bewijzen of zo? Oh, ik heb ook al boeken gemaakt. Oh ja, die heb ik al. Een furnace heb ik nog niet gemaakt. En een stenen. Code tripper. Ik heb al ladder en een monster gekillt, maar dat maakt niet uit. Dat weet ik. Komt goed. We gaan ons nu niet focussen op achievements. Maar op de tempel. Oh ja, de tempel, hè? De tempel. Ja, yeah, ik heb monster hunter. Hoeveel had je ook alweer verzameld van... Wat? Ja, wat denk je? Oh, 8 emeralds. En waarom zijn alle farms helemaal leeggerookt alweer? Ja, sorry, er waren allemaal aardappelen. Mag dan wel van de NPC's zijn, maar graag plant ze alsjeblieft. Ja, ik heb geen aardappelen meer, die heb ik allemaal En dan plant je graan. Dat is leuk, maar ik ga naar de tempel. Waar ga je heen? Kom naar de tempel. De tempel is... Oh, ik wou net zeggen, de tempel is die kant op, maar nee, de tempel is die kant op. Maar laat mij daar bezig, laat mij die kennen, dan heb ik die ook gehaald. Zit je over achievements? Zijn allemaal met achievements bezig hier? Oeh, monster hunter. Wat was de volgende die ik ook kan krijgen? Ik zit in de tempel, want ik wil niet dood. Ja, a skeleton with an arrow from more than 50 meters. Oké. Maar dat kan ik wel. Dat kan ik ook wel. Oké, naar de desert tempel, hè? Oeh, een kist. Oh, we lopen nou richting de spot, nou richting ons bed. Echt een kist? Met een boek van Notch. Desert Tempel. Lees jij deze keer voor? Ik kan niet voorlezen, dat weet jij. Oh ja. Ik kan wel kijken. Nou, ik word... Probeer het voor te lezen, als het niet lukt dan... Wie leest het nou voor jou of ik? Zo, er zit helemaal niks in. Oh. Als ik één ding van tempels weet is dat je nooit naar beneden moet graven in de midden. Ben ik blij dat er geen houten pressure is? Oké, blijf hier boven verdedigen, ik haal de spullen, goed? Goed. Ik lees het boek terwijl je aan het doen bent. Weet je wat? Ik ga een beetje van die... Ik ga ergens in een hoekje staan ver weg van die explosie. Hey, een emerald! Serieus? Ja. Nee, 2 emeralds!
Nu heb ik al 11 emeralds en goud, 6 goud. En botten en rotte vlees en wat nog meer. Wajo, nog meer goud, 12 goud. En nog meer goud. Mooie vangst. Ja, dat is inderdaad wel een mooie vangst. Maar ik ga even het boek voorlezen. Ik neem ook een TNT mee. Oh ja. Nee. Desert Temple. Good job, you have found an ancient temple. You must protect the temple at all costs. Meaning? In the temple is a treasure, but watch out for the temple's defenses. Don't set it off. That was fast TNT. Thank you, Doc. I hope you can use the treasure to protect the temple. Dat moet wel lukken, denk ik, met dat emerald en TNT. Ik ga jou... Zat er verder niks, hè? Nee. Ja, en vlees en botten. En goud. Oftewel... Ja, emeralds, ja. Oftewel, we moeten onze eigen defenses mee. Oftewel, we pakken gewoon een duim in zwart en slaan gewoon alles kapot wat hier loopt. Ah! Blijf van de tempel af! Kom van het dak af! Is de laatste keer. Nicky, kijk uit, Nicky. Oh. Huh? Faal. Dood. Hey, ik heb een idee. Nou, wat is een idee? Om uit te gaan graven. En wat gelijk dan zand van me nodig hadden? Ik heb al zand. Echt. Ja, redelijk waar. We hebben nou nog meer. Ja, dat merk ik. Ik ga dood totdat mijn chef kapot is. Ik ook. En dan maar ik heb een diamond schep dus. Niet, ik heb een iron. Oh, heb ik meegenomen. Ja, maar die moet je niet gebruiken. Maar grapje. Natuurlijk heb ik geen diamond tools in mijn naartoe genomen. Oké, is dood. Ja, ik heb wel 2 diamond tools meegenomen. Echt. Pickaxe en mijn zwaard. Wacht, ik denk dat één ding wel zeker voor vrij moet zijn voordat we weggaan. De ingang. Kun je die creeper gezichten maken? Ja. Oké. Weet je hoe die maakt? Nee. Deze staan ze doen slaps op elkaar. Oké. Okay. Om de crafting bench. Oké, dit is goed genoeg denk ik. Misschien ook even de stenen wel weghalen. Dit is wel de tempel waarom ik het boek van Notch vond, hè? Kers. Ik Ik niet. Nou, ik hoor geen zand meer. Hou je zand bij. Ik heb 32 rotte vlees. Wacht. Rot vlees niet gebruiken, denk ik. Want? Voor de honden, als we honden hebben. Dan kun je ze niet eten. Dan wordt alleen maar ziek. Dan ga je alleen maar dood. Die eten rot vlees, geloof me. I believe me, my friend. Oké, maar ik verspreid eventjes dat de ingang niet meer. Ik vroeg even voor dat de ingang er zo mooi uitziet. Dat er in ieder geval van de voorkant fatsoenlijk uitziet. Ik ga even de zaadjes te pimpen. Ja, ik kan ook nog wel oppakken, maar... Ik wil niet dat... Nee, niet dat stelen. Kijk uit, de pressure plate! Ja, we gaan. Ja. We komen hier nog wel een keer terug. Ik moet die minimap installeren, dan kan ik waypoint zetten. Die wou ik ook al op mijn singleplayer, dus ja. Who cares? Oké, laten we... Die kant op. Ja, maar dan moet jij hier geen waypoint in staan. Dan krijg je echt niks van die random dots in de map. Dat lijkt me echt niet leuk. Die kan ik aan en uitzetten, dus. Manier. Echt, ik heb hier een cactus oversized gemaakt. Waar ben jij? Bij mijn reusachtige cactus. Ik zie hem niet. Oké, ik ben nu bij de smid. Ik zie hem. Oh ja, ik ben er nog steeds bij. Jij ziet mij niet. Kom dan.
Waar ben jij? Gevonden! Oké, laten we. Yeah. Laten we deze kant op gaan. Oh, we gaan nou niet terug. Is dit terug? Nee, ik pak je kompas wat je hebt gegeven. Oh, kompas is. Jawel, dit is nog steeds. Ja, boeien, we lopen hierheen. Kom, we gaan nou terug. Nee. We zijn net te ver. Vraag me. Sugarcane! Sugarcane! Waar? Hé, hey, kijk wat ik heb gevonden. Zo'n waterding. Ja, die heb ik ook al gevonden. Ben ik al geweest. Waarom denk je dat hier bijna geen cactus meer staat? De weg naar dat ding is echt geen cactus meer. Daar heb ik allemaal weggehaald. Volgens mij heb je eigenlijk weer gekikt. Huh? Zo lief als ik jou was, snel. Dat je daar gekikt wordt dat je dan nog heel lang niet meer in kan. Hoe weet je dat? Hier ben jij nog niet in geweest, want hier zweeft een plankje. En een blokje zand. Oh, dat is ik ben al wel geweest. Sorry. Ik ben eruit en toch zeg je dat ik er nog in zit. Ik vind die observer raar. Nou ben je eruit. En dan krijg ik eigenlijk connecties. Oké. Okay. Wow, oh, oké. Okay. Waarom ben ik nou bezig bij de NPC? Kom eraan, mijn vriend. Niet in het gat vallen, wil ik. Maar ik denk dat we langzamerhand terug moeten gaan. Nou, ik wil nog iets verder lopen. Ik hou van avontuur. Ja, ik ook wel, maar met avontuur doet het al lang. Ik mis mijn bedje. Nobody cares! Als ik nou weet waar de bos... Oké, daar is de bos. Kom mee, ik weet waar de SP ging. Zelfs zonder kompas weet ik de weg terug. Ik ga de verkeerde kant op. Precies de andere kant op. Ik weet waar we nu heen gaan. Hey, je mag maar poelen. Ik ga daarin zwemmen, zou ik zeggen. Goed idee. Auw, stomme cactus. Je had toch iron bij? Iron? Ja, 3. Geef mij. Hoeveel? 3. Geef mij 3 iron. Bucket. Waarom wil je magma meenemen? Ik ben nodig voor iets. Voor je... Ja, ik weet een veel dichterbij zijnde pool, vriend. Maakt niet uit, maar dan is het landschap om ons kamp niet zo vernietigd. Geef het even snel. Vriend. Kom het halen. Ja. Kom het halen. Even. Gast, kom even. Ik heb geen Jordi. Gast, ik weet een magma pool ondergrond te zitten. Omdat ik die allemaal heb gezien. Omdat ik glitch met die texture pack. En daar merk je niks van. Hé, kijk eens. Maar geef me even... Geef het gewoon even. Nee, ik vertrouw het ijzer niet aan jou toe. Het kan gevaarlijk. Jordi, geef even het ijzer. Geef het ijzer. Ik moet echt serieus altijd alles zelf meenemen. Oh. Dat jij het niet meer geeft. Oh, ik heb ook 2 buckets bij. Ja, geef mij gewoon een bucket. Ja, laat maar, dan hoeft het dan niet meer. Nee, dan hoeft het niet meer. Ja, geef het, dan loop ik echt helemaal terug. Serieus. Ja. Ja, ik wil die magma pool. Dan ga je heel die magma pool overplaatsen. Nee. Ja. You will never see your friend magma pool again. Ja. We gaan even de kant op, jongen. Ik voel dat we goed lopen. Nee, grapje. Yo, richting, als jij nou denkt dat we goed lopen, is jouw richting... Nee, we lopen alleen maar verder weg, dat weet ik ook. Ja, als we dan gewoon dichterbij gaan... Yay! Nee. Kom, maak hier een jacuzzi. Ik heb zin om in een jacuzzi te zetten. En die maken we wel... Zullen we terug gaan en dan een jacuzzi gaan bouwen ergens? Ja, ik ga even naar de nether. Waarom naar de nether? Wacht, we kunnen wel naar de nether. Hoe dan? Omdat tegen de tijd dat die update is, dan zit het toch wel op mijn bucket weg.
Dan wordt de nether losgegenereerd, dus kan ik de nether vervangen wanneer ik wil. Dat gaan we niet doen. Ik wil naar de nether! Nee, we gaan naar de nether! Waar ben jij? Kun je mij nou hier kwijtraken? Hoe moet dat mogelijk? Een rondje, ik zit... Ik ben terug aan het lopen. Ik ben verder aan de andere kant op dan. Gelukkig is de zwampwater nou niet meer zo fucking smerig als een 1.8. Dat was echt ziek vies. Ligt met chemisch. Ligt met toiletten schaaf. Volgens mij loop ik nu alleen maar verder weg, maar mijn kompas zegt dat ik goed loop, dus het zal wel goed zijn. Het lijkt echt alleen maar verder weg te zijn, ja. Texture is verkeerd gemaakt, dat pinnetje ja, staat. Ja, dat lijkt het serieus, ik ga nou open water op, maar oké, als ik die kant op moet van een kompas, dan doe ik dat. Ja, loop gewoon recht naar het kompas, waar het kompas naartoe wijst, dan komen we altijd wel goed terecht. Hey, wacht, ik heb een idee. Nick, je bent er weg kwijt. Oh ja, ik kan onder water zien, hè? Yeah. Kijk naar mijn achterhoofd. Nee. Echt wel, jij loopt altijd achteraan, dus jij ziet mijn achterhoofd altijd. En dat vind ik het coolste gedeelte. Eigenlijk het coolste gedeelte van Mike. Dat is niet belangrijk. Dit is niet belangrijk. Ga je vliegen of zo? Nee, nou nog net niet. Als ik mijn zand drop ga ik vliegen, dan ben ik super licht. Super duper licht. Red voor lilypads, uitkijken voor lilypads. Sugarcane. Jordi. Ja. Kijk mij. Waar? In het water. Oh, goeie oude tijd. Oh, shit happens, die was mooi. Kom hier! Oh, maak een boot voor mij, ik heb geen werk bij. Heel! Hé, die wordt op third person geschoten, die pijl. Ja. Ja, kom naar mij toe, dan ja, goed. Krijg je een boot. Event joinen. Ik bedoel, ja, crashen en joinen. Oh ja, nou. Crashen, oké. Okay. Nicky, zet je zoom uit. Ik hoor mezelf niet denken. Sorry. Sorry dat we zoveel problemen hebben met de server, dames en heren. Allemaal Nicky's schuld. Hij staat bij de boom, jouw bootje. Die staat er achter oh, ja. De boom. Gaat nooit, maar ook nooit in bij UPC. Niet. Welke boom? Bij die breakbench bij staat, dat is ook zo'n ding bij. We kunnen ook echt gewoon niet van 50 blokjes varen, dan is het dan land. Beter dan dat ik ook een loco wil halen. Later losers! Ik ga je inhalen, loser! Ik eind voor mij. Aan de kant! Aan de kant! Boom! Boom! Auw! Dat was echt een end dat we konden varen. Jij wordt lekker kapot geschoten, maar ik loop verder hoor. Hey! Nou, laat maar kijken. Mijn kom... Zie je, zijn we er eerst doorheen gekomen. Nee. Auw, hoe kan die skelet nou weer aan die kant de pijl in mijn schouder schieten als jij een andere... Minecraft logic, don't question. Auw! Auw! Er zit een pijl in mijn voor. Auw! Iemand al drie skeletten in mijn schouder. Auw! Revenge, bitch. Auw, nu schieten ze op mij en ik ben bijna dood, dat is niet goed. Creeper.
Waar? Fuck! Oh, ik ren er echt door die creeper heen gewoon. Ik ga 100 fucking dadelijk, want dit was ik heb katten nodig, daar hebben we nodig. Ja, nul katten. Oké, okay, de pijlen beginnen. Nicky? Leef je nog? Ja. Min of meer. Er komen er nog 2 aan trouwens. Laat maar. Hij is koud, Trapper, ik ben hier weg. Trap hem. Ren. Safety first. Auw! Oké, okay, iedereen voor zichzelf. Oké, iedereen. Gewoon allebei naar de span, naar de bedden toe rennen. Wil deze thuis eens? Rennen. Ja. Geef je al op? Nee, ik weet niet hoe ver ik voor lig. Je ligt niet voor. Nee. Ik wel voor. Ik sta bij de deur. Nee, nou, ik teleport. En je kan niet teleporten naar de spawn. Oh, want dan kan hij nog een fucking server. Skeleton dodge. Dat is... Auw, auw, auw! Laat maar, dat was geen dodge, dat was meer een pijl in mijn kop. Kijk, kijk, auw. Je zit achter mij te lopen, zeker. Nee, auw! Ik loop voor jou. Ik ga net eens, ik kom net eens van uit. Dan loop je ver achter mij. Want ik zit al... We gaan nou tussen de honden. Ik loop midden in het bos. Niet aan de rand, maar echt in het midden. Oh, ik loop aan de rand van het bos nou. Oh, ik ben nou de plains biome. Hoe ben jij gelopen dan? Oh, dat lijkt een kompas van jou iets anders dan mijn kompas. Nee, ik leg serieus gewoon voor op jou. Is onmogelijk. Ik zie de NPC village. Huh? Hoe kun jij voor liggen op mij? Waarschijnlijk heb jij een paar... Ik denk niet veel, niet echt ver, maar ik heb echt precies die richting gelopen voor je compact mee vertelde. Ik ben er nog een keer van afgeweken. Nee. Ik zie midden tussen alle keppen. Wat zit hier? Oké, hoe zit jij? Oh, ik weet ook ik loop. Ik loop echt nul aan het om, volgens mij. Ik ga dood. Serieus? Ja, er zit een skelet, een creeper en een spoiler achter me aan. Ik heb helemaal niet overleefd. Rennen. Ik weet niet waar je bent. Ja, ik zit nu in een waterpoel, ijzeren grond. Blijf maar gewoon weg, ik kill je. Ondergrond. Ik heb een boog met infinity, dus ik kan wel even volhouden. Ik moet gewoon even mijn levens vol hebben. En voor dark, dus who cares. Alles is al dood. Lost. Dan moet ik echt, binnenkort terugkijken naar YouTube. Oh, dan moet ik terugzien. Holy crap, dat was bijna mijn leven. Ik zag even mijn leven voorbij komen, jongen. Die creeper die stond in mijn face. Vroom! Ah! Nog een creeper. Ik loop helemaal de verkeerde kant op nu. Oh mijn god. Dit moet je echt een keer terugzien, dit is echt... Ik denk als ik zodra ik de bos uitkom dat ik ben. Want ik zit dwars de bos heen te lopen, ik zit niet door de plains. Als je de plains tegenkomt, ga ik gewoon gelijk de plains bij om in, dat is het veiligste. Ik ga recht naar ons huis toe. Ik denk dat ik
Ik weet niet of ik sneller ben dan jou, maar... We hebben nou bij de eerste NPC verder, dicht bij ons huis. Hoe kom je daar? Waar we zaten rechts onder in de hoek. Ja, dat weet dan ik. Ben jij, dan ben je helemaal meegelopen, want op de eerste NPC verder staat links. Nee, ik bedoel die onder ons huis. Die is nog heel, heel ver weg. En die schuim op ons huis. Oh ja, die is nog best wel weg. Die zit over de 200 blokken van ons huis. Veel verder nog. 1000 bedoel ik. We zijn open rechte lijn met ons huis. Dan moet ik alleen maar in korte. Ja, ik zie, ik zie de farm. Ik zie de plek waar alle koeien uitgeroeid zijn. En I have one. Niet dat ik ons huis nu tegenkom. Ik heb gewonnen. Ik ben bij de farm. Ik ga nou die maar farm ik ben gehinderd uit. Doordat ik bijna dood was. Ja, wat denk je van mij? Ik had ook gehinderd meerdere malen. Ik was ook meerdere malen bijna dood. Maar jouw server mag mij niet. Dat telt ook niet. Ja, oké. Maar ik ben er eerder. Ik ben er bijna. Ik moet nog één blokje. Zou ik je helpen? Wacht, één blokje en dan voel je mijn neus gewoon om heen rennen. Ben je er bijna schiet je neer. Dat is... Nee, maar ik ga er gewoon heen. Het maakt niet uit wie er eerder was, maar één tip voor de volgende keer. Ik kon je neerschieten met een Desert Sniper! Iemand had de deur opengelaten vannacht. Jij was als laatste thuis uitgekomen. Shit, ja. Moet ik echt op letten. Dus ik doe de deur altijd dicht, deur maar achter. Jij. Dat had nou goed gekriept in ons huis. Ja, dan had jij ons huis alweer niet dicht voor de derde keer. Helemaal niet voor de derde keer. Ik leg het boek in ben de ben er bijna, kast. Denk ik. Ik ben eigenlijk fucking... Ik ben er echt bijna, ver weg. Denk je. Hoeveel verrichting? Mijn gevoel zegt nou echt dat ik gewoon helemaal de verkeerde kant aan het oplopen ben, ik zweer. Volg dan kompas, het wijst nou, op niet. Nou, bij jouw server weet je nooit, die wil mij dood hebben, dat weet ik ondertussen wel. Gewoon een kompas volgen, ja, maar ik wil het kompas stond dezelfde kant op als van jou. Ja, maar die mijn is dus. Ondertussen gewoon veranderd. Nee. Hij wijst helemaal aan niet aan ons huis, ja, hij wijst naar de spam. Wist je dat niet? Nee. Dat was toch als je hebt geslapen in bed, dat hij dan naar dat bed wijst? Ja. Dan zijn je een plugin dat hij uit ons toe wijst. Ik sta nu op het midden van de spam. Oh ja hoor, ik ben aan het reizen, maar het moet gaan regenen. Jouw server mag mij echt niet. Ja, het regent. Nu heb ik ook nog eens dorst. Maar dat is niet, dat komt niet door jouw server. Ja, ik had ook nog genoeg... Als ik genoeg wol had, was ik een slinger van welke ik ben er, want ik heb mijn stenen boom gevonden. Safety! Bijna. Ben je binnen? Dat duurde wel echt ja, maar een ik was tijd, heel... jongen. Ik was een heel stuk verkeerd gelopen. We gingen met 0 goud weg ja, en we kregen 26 goud terug. Klopt niet. Ik ben er pas. Hey, je bent er al. Haha, maar we hebben nou wel 2 pumpkins. Geef die even meteen, dan maak ik er gelijk pumpkin pie van. Ik hoor over kisten open gaan. Ja, weet je, kijk, we gaan nou aan de slag, jongen. Aan de slag. Eten, bakken. Mag ik de pumpkins van jou? Ah ja, kan. Oké. Okay. Nice. Wacht ook wel eventjes. Pumpkin pie meer nodig, niet dan alleen maar daar. Waar zitten de botten? Even niet alle botten ommaken naar boven, jongen. Suga. Waarvoor ik nodig heb? Honden. Oh ja. We hebben 51 pumpkin pie, heb ik.
Dan heb ik... We hebben 32 gunpowder hier. Oh, nu heb ik 44. We kunnen wat nog iets mee maken. Hallo. Oh ja. Alle kakken in beneden zitten onder de chest. Idee, dan krijg je meer. Gooi je geen item tegen, want het werkt zelfs als magma. Ik zet het ook niet dichtbij neer, want... Sluit er het gebied mee af. Maak straks een automatische kakkers farm. En als er die update is geweest, hebben die hopper. En dan wordt alles opgepakt. Oh, handig. Nee, mijn stenen. Ik ben level 6. Ik ben level 13. Oh, kijk. Wat eten in eentje hebben dat we met eten nodig. We hebben nou ik maak straks een automatische farm. Dat hebben we nou echt niet nodig. Die extra hadden helemaal niet nodig gehad. Ik heb alleen nog een... Ik heb nog een... Ik heb 11 emerald. We hebben nou 3 helmen. Kijk, wapens hierbij. Ja, we moeten er eigenlijk iets mee gaan doen. Maar meer zou je bang niet meer kunnen. Maar ik denk dat we hier ons part eindigen, anders wordt het weer een urenlange part. Dus ja, goed idee. Zien jullie later. Later.